allemaal herinneringen. Dus, beter hebt. Ja. Oh, kom maar verder. Jongens, we hebben vandaag een nieuwe jongen in de klas. Dit is Amir. Hij komt uit een oorlogsgebied en is heel blij om hier in de klas te komen. Welkom, Amir. Dankjewel. Een gewone dag op school. Land werd er allemaal geknald en werd al deze vliegtuigen overvlogen. Dan werd er een alarm afgegaan en dan moest iedereen zo snel mogelijk onder de tafel zitten. En al die geluiden die doen me ook heel erg herinneren aan wat daar allemaal is gebeurd. Wat voel je er dan bij als je dan van die geluiden hoort? Die geluiden maken me bang. En ik weet dat het hier in Nederland niet nodig is, maar die herinneringen gaan hier niet zomaar weg. Ja, Jana? We kunnen ook na de tractatie zijn herinneringen tekenen op schoolplein en dan het water uitwisselen. Vind je dat een goed idee? Ja. Oké, dan gaan we dat zo doen. Meester, ik heb Joortje getekend die allerlei herinneringen van Amir worden op het plein getekend. En weer uitgewist. Na een paar maanden kan Amir gewoon zonder angst overal heen.